Aflevering 4. Weet jij hier iets van? Geen idee wat hier gaat gebeuren. Zo'n vette intro vind ik dit. Heel erg vet. En we zijn begonnen. In de Amazone werd deze plant gebruikt. Oh ja, dat is die ayahuasca. Weet je nog, dat toen heel die middag toen we dit schreven, hebben we zoveel ayahuasca filmpjes gekeken van mensen die slecht gaan. In de jungle. Ja. Toen was er één gast die inderdaad dingen zei als this is a nightmare, get me out of here. I've never been so fucking deep inside my thoughts, zei hij. Waan ideeën, kortom, om aan te tonen hoe levensgevaarlijk dit allemaal is, zal ik vandaag hoogst persoonlijk zelf deze druk testen. Op Barteljaap. Jawel. Jawel. Waar zit er nog een continuïteit in dat hij een blauw oog heeft? Van die vorige aflevering. Ja. Ja, ja, en Mitchell heeft het op heel veel vechtsporten gedaan. Dus dit zo vastpakken, dat kan hij dan ook meteen. Dan mag ik in het weekend niet meer uit. Ik mag niet meer naar jou. Ik mag niet meer naar Rietje. Ik mag niet meer naar voetbal. Waarom zijn er zo vaak oude avonden? Ja, fucking vaak oud. Ja, dit is echt een ding toch van de middelbare school. Ja. Dat er altijd oude avonden zijn. Dan wist ik het wel weer. Hoor. Dan ging de deur weer open en dan hoorde ik... Tom, kom je even naar beneden, hè? Dat was... Ah, ja, kut. Ja, net ingenomen. Ga lekker zitten. Ah, lachen. Ja, dit is ook wel een van mijn favorieten van het eerste seizoen. Het is een nachtmerrie. Hij speelt dit ook zo goed. Hou me uit! Ik ben zo eenzaam. Ik haat mezelf! Wat een acteur, hè, Jochem Noijen. Dit is... Ik haat mezelf, kot. Hier heeft hij toch een emmer vast met prut. Ja, en dan bukt hij voorover. En dan bukt hij voorover. En dan komt die bak prut over de vloer. Samira, die ook weer als enige niet lacht, daar links in de hoek. Oh, die zit ook, hij is nu de hele aflevering aan het trippen. Ja, ja. Oh ja, er komt straks een moment dat hij zo voorbij komt zwemmen, ja. Niet zeggen tegen je ouders, hoor. Nee. Dat wil ik doen vanavond. Is dat de regel van Kees Prins? Altijd als een glas gerinkel klinkt, is het grappig. Ja. Dit is Pipi, toch of niet? Nee. Ja. Meneer Heinrich. Oh ja, tuurlijk, ja. Ook weer. Dat is ook vet. Pierre Bokma is natuurlijk zo'n niet normaal goede acteur. Dat dit eigenlijk te makkelijk voor hem is. Dus die ging gewoon, en die doet elke take, verzon hij wel een ander grapje of een ander dingetje. Dus dat net niezen, dat verzon hij dan ook zelf, omdat dat gewoon heel raar is. Ja hoor, dat kan ik gewoon gaan zeggen. En ik ga ook zeggen dat jullie voortdurend met elkaar lopen te zoenen met tong. Dit is ook een soort... Daar hebben we het ook veel over gehad. Dit was een angst van ons vroeger. Dat docenten gewoon zouden liegen op oude avonden. Daar is dit idee volgens mij voor gekomen. Dat je dan altijd hoopt dat ze wel eerlijk waren. Want dat een docent gewoon prima kan zeggen dat jij heet het aan het zoenen bent met een andere gast in de klas. Of dat je het aan het aftrekken bent. En dat je verliest het toch wel. Dat je ouders dat toch gaan geloven. Masturberen in mijn les. En dat jullie naaktborden rondsturen naar de andere jongens. Kortom, dat jullie twee ongelooflijke speelwerpen zijn. Tering, man. Tenzij jij Pipi laat zien. Het is echt een van de oudere scènes. Deze hadden we echt de allereerste ideeën van... Sterker nog, wij hebben helemaal hiervoor ooit nog een andere pilot opgenomen met allemaal ideeën. Dat wij zelf alle rollen speelden. Ja. En toen was ik een Duitse jongen... Nee, was ik een jongen die Rocco heet. Rocco. En dan kwam ik bij jou in een soort bibliotheek vertellen dat mijn huiswerk niet af was gemaakt. En dan was jij de Duitse leraar die tegen mij zei... Ik heb mijn huisafgave niet gemaakt. Oh, Rocco. Dat is het ja-eindprobleem. Dat is het ja-eindprobleem. En dan ging ik voor jou... Dan was het een soort porno-intro. Of was ik die docent? Ik denk jij. Oh ja, ik was de docent en ik zei dan oemp, dat is het ja-eindprobleem. En dan ging jij dansen. Zweimal drei macht vier, wieder wieder wit und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, wieder wieder wie sie mir gefällt.
Hi, Pippi Langstrom, tralai, tralai, sasa. Hi, Pippi Langstrom, die macht was. Wat een stem, hè? Sehr gut, bis hier. Ja, maar je hebt ook gewoon, jij bent eigenlijk een triple threat. Je kan spelen, je kan dansen en je kan zingen. Maar wel tegen die ouwe. En ook over je cijfers. En daar ben ik graag bij je moeder. Ja, deze credits moet ik zeker aan jou geven. Ik neuk er in het gat waaruit het kindje komt. Ik neuk er in het gat waaruit het wieltje komt. Ja, dat is gewoon een line van mij. Ik neuk in het gat waaruit het kindje komt. Ik neuk in het gat waaruit het wieltje komt. Ja, echt trots op. Echt jammer dat jij die rapcarrière van je nooit... Want die andere ding dat hij rapt, ik kan me moeilijk uiten, maar ik kan makkelijk innen. Die is ook voor mij. Terwijl jij... Hè? Zit hierin? Nee, die komt later. Terwijl jij kan echt... Jij kan het echt. Ik kan er helemaal niks van, maar ik heb die twee zinnen geschreven. Papa? Oh! Dit is met mijn vader straks. Ja, zeker. Ik loop er al een tijdje mee en dat is ook de reden waarom het zo slecht gaat op school. Ik ben een homo. Een homo? Ja, ja, ja. Ik vind het behoorlijk goed dat je dat... Oh ja, dat was het idee dat ik dan uit de kast, dat ik dan slechte cijfers had omdat ik worstelde met mijn geaardheid, toch? Het is leuk dat we deze draaidag allebei een ander kostuum aan hadden. Terwijl we eigenlijk altijd diezelfde kleren aan hadden. Dat het zover heeft moeten komen. Dit is heel leuk, want nu mijn vader wordt gespeeld door mijn echte vader. Mm-hmm. In seizoen 1, want in seizoen 2 kon hij niet. Love the look, Timmy. Love the look, Tim. Maar mijn vader is helemaal geen acteur. Maar is wel regisseur van films, dus die was... Die is normaal heel erg, hoe noem je dat? Heel erg prettig op een set. Hoe noem je dat? Op zijn gemak op een set. Ja. Omdat hij gewoon dat doet, maar die was hier heel zenuwachtig. Ah. Kijk, hier hebben we de muze van onze regisseur. Oh, rechts. Rechts. Loek. De ouders van Lars. Loek. Eigenlijk bij het schrijven van de film wat we vorig jaar gedaan hebben... heeft Rob bij elke rol gezegd... kunnen we daar niet Loek voor vragen? Ja, Rob is helemaal idolaat van deze man. Wij vinden hem ook heel goed. Het is zo'n... Die heeft zo'n krachtige kop en zo'n bijzondere stem. Nee. En dit vind ik ook een grappige scène. Lars. Dat hij niet voor elkaar kreeg, dus de kopie die dat Lars. Lars geadopteerd is. Hè? Pardon? Is nou ook, ze zitten natuurlijk ook achter gymtoestellen, toch? Ja. Zouden we het nu kunnen hebben over Lars? Look. En jullie zijn twee... Althans... Grintje, toch dat, even lekker vinden. Dat soort dingen maken die Look zo goed. Meneer, kunnen we het nu alsjeblieft hebben over Lars? Wij zijn Lars. Sorry, stom. Ja, nu begrijp ik hem, ja. Wat begrijpt u? Nou, jullie steken natuurlijk in de... Toch? En dan komt de baby ook uit de... Ja. Maar moeten jullie Lars dan niet gewoon een keer wassen? Oh, dit was ook nog een ding. Dat we het hele eerste seizoen... Dat we het hele seizoen wilden Jouw kasteel. Dat Victor elke keer iets anders dacht van wat er nou met Lars was. Omdat hij het gewoon niet begreep. Ja. Julia Doria geeft Armani 8. Jouw kasteel, vroeger een bokser, toch? Kickboksen? 8 geef jij. Julia Doria, 8 geef jij. Ja. Jij geeft 8. Dit is een scène waarop de meeste mensen boos werden van... Dit kan je niet doen. Dit kan je hem niet aandoen. Ja. De onnavolgbare Bram van de Vlucht voor de wat oudere... kijkers Sinterklaas. Voor de jongere kijkers, Sinterklaas bestaat echt. Je gaat nu zijn vader spelen. Het duurt ook zo lang dit moment. Hij is zo eenzaam. Ach, oh, die arme gast, dat hij zichzelf ook nog... De volgende ouders mogen binnenkomen. Hallo. Ach, deze twee lieve oudertjes die al lang dood zijn. We begrepen dat het ouder is. Hij heeft ook dezelfde blouse hier nu. Ook ouders. We komen dus kijken bij onze zoon. Het ding was eerst bij deze scène... dat we gewoon echt zijn ouders wilden laten komen. Ja. En dat we toen later bedacht hebben dat... Ah ja, ze zijn lang dood. Ze zijn gewoon al lang dood. Dat is de sterkste jongen van de hele wereld. Wie is de sterkste jongen van de hele wereld? Dat ben ik, papa. Goed zo, jongen. Kijk eens. Ja, Bert is originals. Ja. En hoe gaat het met je, jongen? Nou, het gaat wel goed, mama. Maar ik vind het wel moeilijk hier op school.
maar alle begin is moeilijk. Maar jij kunt het. Dat weet ik zeker. Dat is ook wel weer waar, ja. Maar ze pesten me zo. Dat komt omdat ze jaloers zijn op jouw gouden hartje. Zou papa eens even met ze gaan praten? Wat doen ze dan? Ze gooien eten naar me. En ze jonassen me. Ze slaan me. Soms komen ze niet eens naar mijn les. En vandaag hebben ze mijn hallucinogene drugs gevoerd. Oh, dat is het. Ik dacht al, wij zijn al jaren dood. Zo zielig. Ach, die arme gast. Ja, hier waren mensen... Hij heeft die peuk in zijn bek gedaan. Oh, wat een debiel. Ja, hier waren mensen kwaad over. Ze vonden dat we dit echt niet konden maken. We hebben hier drama gemaakt. Het is geen comedy meer. Nee. Hier zijn we de diepte in gegaan. Die lullige posters ook in het lokaal. Maar wel ook hierdoor dat we dachten, laten we het volgende seizoen best wel om Bartel Jaap laten draaien. Ja. Oké, dus nu komt mijn echte vader. Hé, jongens. Fuck, daar zijn ze. Dit is zo grappig. Oké, wens je succes. Ik zie je aan de andere kant. Tot de toilet. Tot de toilet. Hi. Daar staat hij, Jean van der Velde. De grote, de enige echt. Lana, ik moet jullie wat vertellen. Ik loop hier echt al een tijdje mee. En dat is ook een beetje de reden waarom het niet zo supergoed gaat op school. Oh ja, en het ding is, we wilden mijn vader met kanker laten schelden. Oh, ja. ik ben een... Wie is dat? Moet ik die kennen? Dit is onze wiskundeleraar. Waarom doet hij dat? Ja, hij is aan de drugs, pap. Altijd wat in met die oude avonden. Betaal ik hier schoolgeld voor? Wat zie ik aan je? Jimme. Dat had hij zelf bedacht. Zelf bedacht, hij is in de pols. Wat wou je nou net vertellen? Oh, niks, laat maar. Waarom zie je er zo uit? Ja, dat moest van hem. Kankerjunks. Ja. Jean van der Velde, die kankerjunks. En vooral ook dat je Bartel Jaap een kankerjunk noemt. Ja. Ik heb hem net gezegd dat hier een zwembad is. En wat doet Bartel Jaap? Hij springt het raam uit. En daarom, kinderen, nooit zulke drugs gebruiken. En je vooral niet laten dwingen. Nou, kom op. Dit vind ik wel heel grappig. Die ouders die dan weglopen. Heb je de bleek al geprobeerd? Dat werkt echt fantastisch. Hé, hey, gast, je hebt helemaal bloed, man. Hier. Volgens mij dachten we na deze aflevering... ook van ja, hoe kunnen we in de laatste aflevering Bartel Jaap nou nog dieper krijgen? Dat kan eigenlijk niet. Volgens mij zit hij ook niet echt in de laatste aflevering. Ik weet niet wat die laatste aflevering is. Dat gaan we zo zien. Nee, die laatste aflevering is dat we al die restjes die we ooit hadden bij elkaar hebben moeten... Ach. Is dit ook... Heel goed, is dit man, hè? Ach, die arme man. Ja, hier hebben we wel echt all in gegaan op Bartel Jaap. Ja, volgens mij zit hij niet meer echt in de laatste aflevering, omdat het gewoon... We konden niet echt heel veel dieper gaan met hem. Dankjewel. Jezus, die arme man. Wat hebben we hem aangedaan? Deze dag kwamen mijn ouders kijken op de set en toen zei mijn moeder na afloop zei... Nou, ben benieuwd. Ja, dat is grappig, ja.